Welkom terug dus. Ons derde onderwerp gaat over het handhaven van regels in Hilversum. Het CDA kwam laatst met de nodige kritiek op de gemeente dat de regels onvoldoende worden gehandhaafd. We gaan hierover praten met Anja Wijnands van het CDA natuurlijk en wethouder Frans van Os. Hartelijk welkom. Mevrouw Wijnands, het CDA werpt zich plotseling op voor law and order. Waarom opeens deze koers? Niet plotseling hoor. Oh, niet plotseling. Als u het goed gevolgd had, dan ziet u dat al jaren dat we de vragen overstellen. De heer Elmendorp, die het stuk geschreven heeft, die heeft al diverse malen vragen gesteld. En of het nu gaat over de hondenpoep of over auto's op trottoirs of wat dan ook. Met de regelmaat van de klok, zo eens in de 3 maanden, dat is zo'n beetje een vast ritme, komen die vragen weer terug. Ja. En we zien er geen verbetering in. Wat moet er allemaal aangepakt worden? U noemde hondenpoep. Wat nog meer? Nou, zullen we beginnen met ergernis nummer 1. Hondenpoep. Daar heb 1. Ik helaas geen foto's van bij me. Daar nee, heeft gelukkig de heer niet. Van Os, nou ja, een foto ruikt niet, hè? Ja, okay, dank. Maar daar heeft de heer Van Os gepoogd om adequaat antwoord op te geven de afgelopen commissie. Want de vragen zijn ook tijdens de commissievergadering gesteld. En dan is een onderdeel van het antwoord... En meneer Van Os is de cijferman niet, maar ik dacht dat er door de hondenpoepzuiger 36.000 kilo hondenpoep op een jaar wordt weggezogen. Zo. Dat is een hoop, hè? Heel veel. Dat is dus hondenpoep die is blijven liggen. Ah. En er zijn 51 bekeuringen uitgedeeld. Oh. Nou, dan is die verhouding, is naar ons idee een beetje scheef. Dus dat antwoord was wel leuk voor de cijfertjes, maar nog niet helemaal inhoudelijk. En ik heb eigenlijk geen antwoord gezien op de vraag, ik weet niet of die zo expliciet gesteld is, wanneer lopen die handhavers nou rond? Want als die 's ochtends om 10:30 rondlopen, dan zijn de honden net uitgelaten, ja, want die worden tussen 7 en 9. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nee, je moet er iets aan doen. Even één ding genoemd, hondenpoep, maar ik verwacht eigenlijk nog meer dingen. Voor andere zaken heb ik leuke foto's meegenomen. Foto's meegenomen? Ja. Ja. Dat is de ergernis van parkeren op zijn stoep. Op parkeren en op we op hebben een collegiaal beleid. Kan dus een van de camera's dit nemen, parkeren op de stoep? Deze is nog mooier. Nog mooier. Hier kun je dus echt helemaal niet meer door. En het is bij zorgcentrum de Sint-Jozef. Waar veel mensen met rollators en andere zaken rond moeten bewegen. Omdat ze niet meer zullen we ze even doorgeven in de zaal? Dan kan iedereen ze even bekijken. En dat is echt een kwestie van handhaven. Ja. Dat is al jarenlang aan de gang. Er wordt regelmatig iets over gezegd. En... meneer Van Os doet samen met het college zijn best, want op het moment dat wij het stukje van handhaven op de site zetten, die zaterdag was er net een actie op de Geuzeweg. En ik zou zeggen, okay, ga zo voort. Het is toeval, zegt meneer Van dat Os. Het is toeval. Dus hij heeft niet naar u geluisterd, het was toeval. Dat is toeval, maar dat is wat we willen. Dit soort acties, okay, gaan een hele straat lang wel aan bij de mensen, waarschuwen ze en een week later bekeuren. Oké, okay, meneer Van Os. Een stroom van kritiek, de gemeente handhaaft niet voldoende. Klopt dat? Nou, het kan natuurlijk altijd beter. Dat is volstrekt helder. Ik denk dat we heel aardig op weg zijn, eerlijk gezegd. Ik pak maar even het punt van de hondenpoep. We wisten een paar jaar geleden eigenlijk helemaal niet hoeveel we ophalen. Want er werd niet afdoende gemeten. We gaven geen bekeuringen. Er waren geen uitremveldjes. Er werd niet op gecontroleerd. De plaatselijke verordening die was niet sluitend zodat je überhaupt kon bekeuren. Dat is nu allemaal in stelling gebracht en dat blijft gewoon te werken. Dat kan beter. We zijn nu aan het inzoomen op de wijken waar het ergste is. Het cijfermateriaal wat ik van de week heb voorgedragen duidt er duidelijk op dat het in Oost en Noordoost het ergste is. Daar wordt pakweg 45%. Daar wonen de meeste honden? Nou, dat laatste dat ben ik nu aan het uitzoeken. Want ik wil weten hoeveel hondenpoep er in kilo's uitgedrukt er per hond gemiddeld wordt gedeponeerd op straat. Want dan kan ik daar nog gerichter op gaan handhaven. Ik krijg een beetje het idee dat ik hier over kiloknallers zit te praten, maar... Nee, niks geen kiloknallers. Wat gaat u eraan doen dan? U maakt een aantal cijfers, maar... Ja, we gaan ook bekeuren. En dat doen we gaan ook bekeuren. We doen dat ook. We hebben dat in het eerste hele half jaar van 2011 hebben we waarschuwing gegeven. Dus vandaar dat we in 2011 niet zo heel veel bekeurd hebben. Tweede half jaar zijn we daarmee begonnen.
Dat doen we nu ook. Dat zijn in het tweede half jaar van 2011 ruim 50 bekeuringen geweest. Dat ziet er nu ietsje beter nog uit. Ja, beter. Maar 50 bekeuringen, is dat niet een beetje weinig? Ja, dat kan je denken. Maar we zitten wel met het probleem dat je echt een heterdaadje nodig hebt. Je moet dus echt... Wie controleert daar eigenlijk op? Zijn dat ambtenaren? Moet de politie dat doen? Nee, dat doet de politie niet. Nee, die dat heeft, dacht zegt ze, altijd andere prioriteiten. Dus dat gaan we hebben daar zogezegd de BOA's voor. Ja. Hoeveel BOA's zijn er? Dat zijn er een stuk of 5. En hoeveel zitten op de 100 poep? Alle 5, in wezen. En mag ik vragen... Ik krijg daar een raar deel bij dat ze erop zitten, maar... Wanneer controleren ze op 100 poep? Nou, op dat, dat ga ik u vertellen, want het was mij niet ontgaan dat u het daar over had. Die controleren op alle tijden. En met name inderdaad op de tijden dat honden worden uitgelaten. En dat is 's morgens vroeg om 1 uur of 7. Dat is ook 's avonds 11 uur. Dat is ook in de weekenden. En niet alleen maar tijdens kantooruren, want we hebben donders goed door dat honden ook, of juist eigenlijk buiten kantooruren op straat lopen, om uitgelaten te worden. Dus we maken met controleren vorderingen in ieder geval? We maken wel degelijk vorderingen. En het is natuurlijk, dat geef ik helemaal toe, het is niet in 1 keer voor elkaar. Dat mag je niet verwachten, want we komen best van ver. En ik heb eerst ervoor gezorgd dat de infrastructuur, zoals ik dat dan noem, op orde is. Dus het meten, de APV, het op orde brengen van de BOA's, het op orde brengen van dat ze verschillende tijden doen. Het op orde brengen dat ook als het service meldpunt, als daar klachten binnenkomen, dat we het dan georganiseerd hebben, dat die BOA's daar ook op afgaan. Dus okay. Wat dat betreft roep ik op dit moment iedereen op, klaag vooral bij het service meldpunt, want dan gaan die BOA's erop af. Dan weten ze ook precies welke tijdstippen en welke locaties ze precies moeten zijn. En dan gaan ze daar gewoon echt, okay, als het ware, wachten totdat die hond langskomt. Ik wil even van de hondenpoep af. Wil niet zeggen dat het meteen van het probleem af zijn. Maar nee. We hebben het ook nog wel over andere dingen, regels. Ik zelf als Hilversummer erg maar verschrikkelijk aan brommers in de Kerkstraat. En fietsers en meer van dat soort ellende. Dat is een taak voor de politie, toch? Of niet? Lijkt me van wel. Ja. Ja, dat is een taak voor de politie. En door wie wordt de politie aangestuurd? Toch niet door de gemeente? Nou, kijk, in principe natuurlijk niet helemaal, maar de burgemeester heeft daar natuurlijk wel... Maar binnenkort niet meer, hè? Want hij is nu nog koortsbeheerder. Helemaal waar. En straks dus niet meer. Dan krijgen we straks nationale politie. Dan hebben we waarschijnlijk een regiobeheerder in Almere of zo. Wat is de illusie dan dat de Hilversumse politiek nog iets over de politie kan vertellen? Blijven inspraak houden. We blijven inspraak houden. Je hebt een regiocommissaris, maar natuurlijk heeft iedere gemeente, laat ik het dan maar even zo noemen, heeft zijn prioriteiten die doorgegeven worden. En daar hebben we onlangs dan op het politiebureau een grote presentatie over gekregen. En dan zie je gewoon dat je in feite deelfuncties hebt. Ja. Waar je zelf dus nog wel inspraken hebt. Dus als wij, ons college, en dan wil ik dan niet alleen de burgemeester op aanspreken, maar ons college, zover krijgen dat ze inzien dat het in Hilversum een groot probleem is. We hebben een collegiaal beleid door ons college. Dan kunnen zij zorgen dat in Hilversum de prioriteit is het aanpakken van deze overlast. Ja, maar als de politie nou zegt van, ja, maar we hebben ook nog andere prioriteiten, woninginbraken... jongeren op straat die overlast veroorzaken. We kunnen niet alles. Ja, dan heb je inderdaad een probleem. Ja. Hoe staat het met die SUS-teams uit? Daar hoor ik ook nooit meer wat van. Nee, die SUS-teams die hebben gefunctioneerd op een zeer beperkte mate. En we hebben voorgaand jaar al geconcludeerd. En zo heeft ook de gemeenteraad... Ze is stille dood gestorven dus. Ja, zo mag je het zeggen. Ja, maar het was wel met heel veel bombardie aangekondigd. Nou, we gaan SUS-teams de straat op sturen. We gaan in het centrum, wordt veiliger. En SUS-teams zijn weg. En is het nu opgelost dan? Nee, denk ik. Nee. Maar het is wel verstandig dat wanneer een college concludeert van het werkt niet, dat ze er een einde aan maken, dat ze met die actie stoppen. Het is mij overigens niet opgevallen. Het is u niet opgevallen? Het is mij verwijten dat de SUS-teams niet meer functioneren. Het zou er wel prettig zijn als... een college of een verantwoordelijk... Het is ook geen evaluatie van geweest. Het is wel degelijk een evaluatie geweest. En alleen al het feit dat u niet is opgevallen dat ze niet meer functioneren... zegt natuurlijk al heel veel over het toenmalige niet zo geweldig functioneren van die SUS-teams.
En we moeten het ook niet overdrijven. Ze hadden gewoon niet zoveel effect. Er was ook wat dat betreft niet al te veel aan de hand. Kijk, natuurlijk is er wel eens wat gedoe. Want dan hebben we het dan met name over het uitgaanscentrum, de Groest. Ja. En, maar komt er dan iets? Is niet altijd even leuk. Maar komt er dan een andere oplossing? Geen hocus pocus ervan maken dat het verschrikkelijk is, et cetera. Nee. Dat valt reuze mee. Nee, oké. Okay, maar wat wordt er dan nu nog aan gedaan? Wordt er nog extra gecontroleerd? Ja, ik ook. Er wordt gewoon keurig gesurveilleerd. Het lost zich vanzelf op. Het lost zich niet vanzelf op. Er wordt keurig gesurveilleerd door de politie. Dus dat gaat best goed. Iedereen staat naar buiten te kijken. Oh, kan er een camera op buiten? Daar staat een... Er wordt gehandhaafd. Het zijn parkeerwachten gewoon. Ja, maar die kunnen ook keuringen uitgeven. Ja. Het wordt hier heel spectaculair in de zaal, want we zien iemand die handhaaft. Kijk, ja. Nou, en gaan ze die fietsen nou ook daadwerkelijk opruimen op het station een keer, meneer Van Os? Het station, dank u voor die vraag. Het station is, daar heb ik goede mededelingen over. Dat heb ik overigens ook afgelopen woensdag in de raad gedaan. Wij hebben het stationsplein aan stadszijde hebben we al heel veel bereikt. Gaat overigens nog verder. Daar hebben we goede plannen voor. Maar het stationsplein, dus het Oosterspoorplein, waar we hier tegenover zitten, dat is natuurlijk nog een doorn in het oog, dat is duidelijk. En waarom hebben we daar tot op heden nog niet zoveel aan kunnen doen in termen van zichtbare handhaving? Dat is omdat we er gewoon fietsenrekken bij moeten zetten. Ja, oké. Okay. Dat is toch gebeurd? Je kunt dan pas in redelijkheid handhaven. Nee, het is niet gebeurd op het Oosterspoorplein. Hier moeten nog fietsen. Hier gaan, waar die handhaafjongens nu bezig zijn, toevallig die plek, die parkeerhaventjes, daar komen 258 fietsenrekken te staan. Okay. En aan de andere kant, naast de ingang van de tunnel, komt er ook nog een stuk of wat te staan. En dan gaan we voor elkaar krijgen dat het pleintje vlak voor zeg maar de ingang van de stationshal, dat die echt fietsvrij gaat worden. Dat gaat van start vanaf medio april. Okay. Dan gaan we ook daadwerkelijk aan. Even nog over handhaven. Nou, ik wil wel één ding even opmerken. Kijk, nou, één het ding is nog. Mooi gezegd om te handhaven, maar je moet wel burgers gelegenheid geven. Als er gehandhaafd wordt, dat er een redelijk alternatief is. En dat betekent dus als je praat over je moet je fiets ergens goed neerzetten of je auto ergens goed neerzetten, etc. Dat is allemaal fantastisch. Dan moet er ruimte voor zijn. Maar dan moet er wel een fatsoenlijk alternatief zijn. Je mag best wel wat van burgers vergen, maar je kan niet zomaar bloody handhaven. Ik wil nog even over acties hebben. Mevrouw Wijnands, er was van de week een fantastische actie hier op het station. Ja. Er zijn wel iets van 80 mensen bezig geweest met het controleren van 16.000 reizigers. En ze hebben er waar 40 gevangen die met een... geen kaartje hadden. Wat vindt u van zo'n actie? Dat is toch fantastisch, of niet? Nou, kijk, dit soort acties, deze bliksemacties, of het nou gaat over fietsen of over treinkaartjes. Was dit een actie van de gemeente? Nee, het was een algemene actie. Of een actie zoals op de Geuzenweg. Dat is de enige manier om het tot de mensen te laten doordringen dat ze gewoon verkeerd bezig zijn. Dus ik sta daarachter en het lijkt natuurlijk belachelijk om dat zo grootschalig op te pakken. Maar als je dat maar een half uur doet, heeft het totaal geen zin. Dus moet je dat in de dag doen. Ik wil wel nog even inhaken op wat de wethouder zegt. Hij zegt van, ja, maar je moet wel, je kunt pas gaan handhaven wanneer de mensen een mogelijkheid hebben om hun voertuig weg te gaan. Ja, dan kan je serieus gaan handhaven. Dan kun je serieus handhaven. Maar ik ben het dan niet mee eens. Vooral die auto's op de stoep. U kunt toch niet serieus beweren dat er niet gehandhaafd kan worden waar structureel auto's op de stoep geparkeerd worden en de doorgang blokkeren. Structureel. Oké. Ja, dat moet gehandhaafd worden. Dat zegt u, maar dat is toch een stukje te ongenuanceerd. Die mensen die zetten hun auto niet voor de lol op de stoep. Dus die hebben daar best een reden voor. Nou, dat is gemakkelijk. Oké, dus ik geloof dat hier... Dus dan moet je toch even goed onderzoeken waarom het zo is en welke alternatieven er denkbaar zijn. Dat laat onverlet, uiteraard, dat ook mensen die over de stoep lopen, al dan niet voorzien van rollators, daar hun gelegenheid voor moeten hebben. Oh. Maar om zomaar, zonder ook maar enig pardon te zetten, een auto kan niet op de stoep of half of wat dan ook, of een fiets moet in een rek gezet worden, dat is gewoon onzinnig. Nee, maar structureel op de stoep parkeren met auto's,
mag gewoon niet toegestaan worden. Het klinkt dan moeten al die voetgangers wel de weg op. Het klinkt heel goed wat u zegt, maar als je kijkt naar hoe de feiten werkelijk zijn, dan wordt het toch ietsje genuanceerder. Daar wil ik even op wijzen. Okay, ik zag een reactie uit de zaal daar. Was er iemand die een vraag wilde stellen? Ja, daarachter. De microfoon komt naar je toe. Ik wil geen vraag stellen. Ik kan voorbeelden geven en ik heb ook foto's gemaakt van auto's die in Haaks op het trottoir worden geparkeerd, structureel, dag in dag uit. Een bestelwagen met een aanhanger die naast de ingang van een fysiotherapeut blokkeert. En als je dan een keer een motoragent aanhoudt en vraagt of hij er wat aan kan doen, dan wordt er gezegd, daar ben ik niet voor. Nou, dan vraag ik me af, wie is er dan wel voor? Goeie vraag. Ja? En moeten die mensen dan inderdaad met rollators of scootmobielen over een fietspad, om dan neer te luien om zijn auto normaal te parkeren, horizontaal op tot waar, nee, dat moet dan verticaal zodat de straat wordt geblokkeerd. En het is dagelijks, daar kan ik een goed antwoord op geven. Kijk, onze gemeentelijke BOA's en parkeerwachten die gaan alleen maar over de parkeerzones. Het voorbeeld wat u geeft is duidelijk een politietaak. Als een motoragent, een politieman, zegt ik kan dat niet of wat dan ook, dat is dus onzin. Dat heeft dus weer te maken met prioriteiten. Ik ben blij met dit verhaal, want hier moet de burgemeester kennis van nemen. En hier moet de burgemeester met de politie over praten, want dit kan dus gewoon niet. Dat laat onverlet dat ik de situatie niet ken zoals u die net schetst in termen van of die automobilist die daar die auto neerzet of dat die dan een luilak is zoals u hem betitelt of dat hij geen andere fatsoenlijke mogelijkheid heeft. Daar kan ik geen oordeel over geven. Wat ik u hoor zeggen, dat klinkt als luilak. Nou, dat wil ik best wel voor een deel aannemen, maar zeker weten doe ik het gewoon niet. Okay. Ik heb foto's gemaakt ik wil die foto's dan graag zien. Maar het is gewoon pure gemakzucht. Als dat zo is, dan heeft u gelijk en dan kunt u het ook krijgen. Zo simpel is het ook. Okay. Ja? Nou, ik denk dat we een heel eind verder zijn gekomen. Zijn er nog andere reacties? Dan zou ik zie daarachter een meneer die nog wil reageren. Goeiedag. Ja, ik heb een interessant onderwerp aangeboden. Het gaat over vele kleine dagelijkse probleempjes waar gehandhaafd moet worden. Maar ik spreek namens de wijkoverlegbegaande Boomberg. Er is een veel groter probleem met de gemeente. Namelijk het handhaven van de bestemmingsplan. En de bouwvoorschriften. En de bouwvergunning. Wij zijn daar in onze wijk duidelijk mee geconfronteerd. Dat er volledig van de vergunningen wordt afgeweken. Wij attenderen daar de gemeente op. Maar de gemeente komt niet tot actie. Okay. Wij vragen de gemeente te handhaven en nu zijn wij achteraf, nu alles gerealiseerd zijn wij in een grote procedure bezig om te hopen dat de gemeente in ieder geval datgene wat illegaal gebouwd is, niet gerealiseerd wordt door nieuwe vergunningen, maar dat er uiteindelijk recht toe recht aan volgens het bestemmingsplan een handhavingsactie door de gemeente plaatsvindt. Okay. Dat gaat over veel geld voor de gemeente, veel geld voor particulieren en veel geld van projectontwikkelaars. Oké, zijn zware woorden en ik wil daar graag op reageren. Ja, als laatste dan even. Laatste reactie van u. Want ik ben met meneer ook wel daarover in gesprek. Er worden zware woorden op dit moment gesproken in termen van dat wij niet handhaven. Maar ook dat moet u aanzienlijk nuanceren. U moet heel goed weten dat wij best wel met interpretatieverschillen zitten. Dan zegt zo'n buurtvereniging, die zegt, oh, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan. En dan vinden wij dat dat niet het geval is. Ja, als wij vinden, en daar hebben we natuurlijk redenen voor, dat het niet in strijd is met het bestemmingsplan, dan kunnen wij niet eens handhaven, want het is dan niet eens nodig. Iemand handelt dan keurig netjes conform het bestemmingsplan. En dan kan een burger, een wijkvereniging in dit geval, wel zeggen, ja, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan. Als dat gewoon niet het geval is, dan is het gewoon wat dat betreft keurig dat gedaan wordt zoals het daar gedaan wordt. En dan hoeft er ook niet gehandhaafd te worden. Okay. En daar heb ik met meneer en de wijkvereniging Boomberg best regelmatig contact over. Ik blijf in gesprek. Nou, ik denk dat wij de komende jaren ook nog niet uitgepraat raken over het handhaven van de regels. We blijven het in de gaten houden of het gebeurt of niet. En mag ik weer beide danken
dank voor de discussie en de aanwezigen. En dan zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending van het Politiek Café hier vanuit Café Dudok. Hartstikke bedankt voor uw komst allemaal en hopelijk tot ziens de volgende keer.